deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een leuke First Impression test video. Ik ga het super betaalbare merk Technic uittesten. Ik hoop dat je het uitspreekt als Technic. Want het is ja, of Technic of I don't know. Maar het is Engels. Dus ik ga gewoon een hele video lang Technic zeggen. Maar ik weet niet of ik het goed uitspreek. Oké, ik heb het even snel opgezocht. Je spreekt het uit als Technic. Dus Technic Make-up. Het is echt een heel betaalbaar merk. Het is niet echt heel bekend in ons land. In Nederland wordt hij ook nergens verkocht, zover ik weet. Dus je moet het echt kopen op hun website. Maar het is anders zo betaalbaar. En ik hou altijd van betaalbare make-up. Dus ik wilde deze make-up ook weer testen. Ik moet wel even erbij zeggen dat ik al deze make-up gratis van hun heb gehad. Maar ik ben verder niet betaald, gesponsord of wat dan ook. Dat ik deze video maak is gewoon omdat ik dat wil. Dus ik zal altijd gewoon mijn eerlijke mening geven zoals ik altijd doe. Nou, het is in ieder geval heel veel make-up. Ik weet niet zeker of het echt een full face is. Maar mocht de make-up artikelen missen, ik heb hier genoeg make-up liggen om gewoon een full face make-up te maken. Dus ben je benieuwd naar deze make-up? Blijf dan gewoon vooral even kijken. Oké, ik begin bijna al mijn video's met mijn wenkbrauwen al gedaan, omdat dat altijd het eerste is wat ik doe. Ik heb ze nou al gedaan, maar ik heb geen wenkbrauwgel gebruikt, omdat ik heb er eentje van Technic. En dat is de Technic Brow Amazing Brow Gel. En dit is in de kleur Black Brown. Dus ik wilde die gaan proberen. Nou, dit is de Technic Brow Amazing Brow Gel. De kleur is vrij licht. Lichter dan wat ik normaal gebruik. Oh mijn god. Het is gewoon echt zo'n kwastje. Oké, ik dacht dat het gewoon echt een brow gel zou zijn. Zoals normaal. Die ik normaal gebruik is van Benefit. Dit is de Benefit Gimme Brow. En die ziet er dus gewoon zo uit met een spoelie. Ik dacht dat die dus ook met een spoelie zou gaan zijn. Oké, ik vind het nou wel een beetje spannend. Misschien had ik dan mijn wenkbrauwen nog niet moeten doen. Kon ik het gewoon zo invullen? Ja, er komt ook echt wel veel kleur vanaf. En hier op de achterkant staat ook dat dit meisje daarna een spoelie gebruikt. Dus misschien moet ik dat dan ook doen. Oké, ik weet niet wat ik hiervan vind hoor. Dit was niet wat ik dacht dat het was. Ik denk dat ik mijn wenkbrauwen nog niet had moeten doen om deze te gebruiken. Dus ik ga dit voor nu even laten. Want ja, ik kan hem niet echt gebruiken. Maar ik heb het nou hier een beetje gedaan. En ik vind het best wel heftig. Ik denk niet dat ik dit fijn ga vinden. Want er komt superveel product vanaf. En dat is niet echt wat ik mooi vind. Ik heb het nou hier ook echt een beetje verpest geworden. Nee, ik vind het niet zo mooi. Ik ga gewoon even die van Benefit gebruiken hoor. Die wenkbrauw is nou ook echt een beetje verpest gewoon. Nou is die veel te donker. Nou ja, laten we maar gewoon snel doorgaan. Ik ga eerst beginnen met het gezicht vandaag. En ik heb de Technic Primer Spray. Ik ben niet zo van de sprays, want ja, ik heb altijd het gevoel dat het dan niks doet. Ik prime mijn gezicht het liefst gewoon met een crème, maar ik zal nou deze proberen. Even kijken wat de bedoeling is van wat hij doet. Oké, niks. Er staat verder niks bij. Er staat gewoon letterlijk op Technic Primer Spray, Base en Spray. Dus ja, ik ga het gewoon even opdoen. Ik moet wel zeggen, hij is wel lekker verfrissend. Vooral in dit warme weer. Het is wel lekker om even zo een spray op te doen. Oké, ik heb geen foundation van hun gehad. Ik weet niet zeker of dat is omdat ze geen foundations hebben. Of omdat ze iets hadden van, we sturen gewoon geen foundation op. Dus ik ga even snel een foundation gebruiken van mezelf. Dit is de Milani Conceal + Perfect Foundation in de kleur Natural Beige. Dit is 05A. Ik heb ook geen concealer, dus ik ga mijn Catrice Liquid Camouflage Concealer gebruiken in de kleur 020 Light Beige. Nou, ik ga vandaag ook cream contouren, omdat ik een cream contour palet heb van Technic. En dit is de Technic Colour Fix Cream Contour Palet. En je hebt dus echt heel veel kleurtjes hierin. Contouren met een crème doe ik niet heel vaak, omdat dat gewoon ja, te veel moeite is. En ik meestal gewoon te lui ben, omdat met poeder contouren makkelijker is. Maar ik ben wel van mening dat als je ook contourt met een cream, je make-up echt zoveel mooier zit. Dus dat ga ik gewoon vandaag even doen. Even kijken welke kleur ik het beste kan gebruiken. Ik denk dat ik deze kleur ga gebruiken, want deze lijkt mij iets te donker. Deze lijkt me eigenlijk iets te licht, maar ik ga het toch gewoon even proberen met deze. En dit breng ik gewoon aan op alle plekken waar ik normaal ook contour. En dat is dus hier onder mijn jukbeenderen en bij mijn voorhoofd. Hier doe ik het altijd best wel laag, zodat ik mijn grote voorhoofd wat kleiner kan maken. En ik breng het ook altijd zo naar binnen. En ik ga ook mijn neus doen. Zo, nou ik denk dat die kleur wel goed is. Misschien dat het iets te warm is, dat ik die kleur iets te warm vind. Nou, ik ga weer gewoon mijn spons gebruiken om het in te blenden. Nou, ik moet zeggen, het blendt echt prachtig in. Heel makkelijk ook. Ik ben heel blij dat het makkelijk gaat. Want als ik één ding haat, is als de cream niet goed blendt. En je met zo'n vlek op je gezicht eindigt. Dat is zo lelijk en het is zo moeilijk om dat dan weer weg te krijgen. Dus ik ben blij dat hij heel makkelijk blendt. Kijk, hij is gewoon helemaal ingeblend. Super fijn. We kunnen dus in principe iets meer aanbrengen. Want ja, hij blendt best wel ver weg. Dus ja, als je iets te veel aanbrengt is dat niet zo'n probleem. Ja, ik vind het heel mooi. Wat ik wil gaan doen, omdat hij dus zo goed blendt, ik ga deze hele donkere kleur pakken. En ik ga daarmee ook gewoon een beetje contouren hier. Misschien dat ik het nou ga verpesten, but we will see. Ik doe echt maar een heel klein beetje. Nou, dat gaat echt prima, jongens. Mooi, man. Kijk even hoe makkelijk dit blendt. Oh my god. Dit is zo mooi. Mijn neus blend ik altijd uit met een kwastje. Omdat met een spons, ja, die is toch iets te groot en dan blend je het te veel uit. Dit is de Morphe M572. En dan als ik het heb geblend, dan pas ga ik er een beetje overheen met mijn spons om het iets beter allemaal in elkaar uit te blenden. Zo, nou dan ben ik in principe klaar. Ik ben heel blij met dit contourpaletje. Hij is echt, maar dan ook echt heel fijn. Hij is ook zo goedkoop. En je hebt echt veel kleuren. Je hebt hier ook wat concealer kleuren. De concealer kleuren ga ik niet echt gebruiken, want ja, ik heb al concealer op. Maar dit paletje is echt geweldig om mee te cream contouren. Hij is ook heel betaalbaar, want echt alles hier is betaalbaar. Zo, deze raad ik zeker aan. Heel erg mooi. Nou, ik heb mijn concealer en mijn gezicht nog niet afgepoederd, want ik heb daar ook een nieuwe poeder voor. Dit is de Technic Colour Correction Setting Powder. Deze is vrij geel. Ik hoop dat hij niet te geel gaat zijn, maar ik ga het gewoon proberen. Nou, ik doe gewoon zo een beetje in de dop. En dan ga ik er gewoon zo mee beken. Ja, ik vind hem vrij geel, jongens. Hij had iets minder geel gemoeten. En ik haal mijn beek er altijd weer meteen vanaf. Hij is echt veel te geel. Oh mijn god, onder mijn ogen is nou gewoon helemaal geel. Wauw. Oké, nee. Dit is dus echt een faal. Nee, dit is echt niet mooi. Ik zou er niet zo mee gaan beken. Maar er staat ook op dat het een color correctie poeder is. Dus misschien dat hij vandaag zo geel is. Dat hij meer is gemaakt om andere kleuren te corrigeren of zo. I don't know, maar nee. Ik ga hier nooit meer mee beken. Hij is echt weer te geel. Misschien is hij voor een donkere huid wel geschikt. Maar ik gok eigenlijk eerlijk gezegd ook van niet, want de kleur is gewoon echt heel oranje-geel. En ik denk dat het bij een donkere huid ook niet mooi gaat zijn. Maar ja, dat weet ik natuurlijk niet zeker. Ik heb ook van Technic de Superfine Translucent Powder. Die ga ik er overheen doen. En dan hoop ik dat hij het iets minder geel maakt, want dit kan echt niet zo. Die kleur is best wel licht, dus ik hoop dat hij een beetje verschil maakt. Ja, dit is al een stuk beter. Kijk, hier is het nou een stuk lichter dan hier. Ik hoop dat als ik gewoon een beetje veel opdoe, dit goed wordt bedekt. Nou, dit is echt stukken beter. Deze heeft me echt een beetje gered. Ik vind hem heel fijn. Hij is super gepigmenteerd. Dat vind ik heel fijn, want ik vind het mooi als hij ook echt verlicht onder mijn oog. Hij heeft er echt voor gezorgd dat die gele kleur wat minder wordt. Dus ja, deze vind ik heel fijn. Deze raad ik ook gewoon aan. Nou, dan stoppen we voor nu even met het gezicht en gaan we verder met ogen. Ik heb de Technic Pro Finish Eyeshadow Palette. Die ziet er dus zo uit. Het zijn hele natuurlijke kleurtjes. Ik weet niet of hij ook echt een naam heeft. Oh, dit is de Toffee Edition. Dus ik denk dat hij gewoon de Toffee Edition heet. Want ik weet dat ze meerdere hebben. Dus ik was al op zoek naar een naam. En op elke kleur staat een getal. Dus ja, ik ga deze gewoon even proberen. Het zijn glitterkleuren en matte kleuren. Beetje door elkaar heen. Ik heb er hier even twee geswatcht. Ik weet alleen niet echt of je het goed kunt zien. De swatches zijn best wel mooi. Dus ik ga gewoon hier een vrij simpele glam look mee maken. Dus ik ga niks te heftig doen. Maar dit soort kleuren zijn echt mijn kleuren. Ik hou hiervan. Ik vind het echt heel mooi. Oké, ik ga eerst beginnen met nummer 12. Dan pak ik nummer 1. Ik moet zeggen, de kleur is echt prachtig. Het is echt een hele mooie bruine kleur. Maar hij blendt niet super makkelijk mee. Het kost een beetje moeite om het goed uit te blenden. Dat wel. Dan pak ik kleur 4. Dit is een beetje een paarse kleur. Een beetje een bordeaux paarse kleur. En daarmee ga ik ook weer in mijn akkaarboog. En ook dit is weer echt een prachtige kleur. Maar ook deze blendt niet heel makkelijk. Hij blendt ook niet heel slecht of zo. Maar het is een heel klein beetje patchy. Waardoor er dus echt een beetje van die vlekjes komen op je oog. Maar als je het gewoon een beetje doorblendt, dan blendt hij gewoon wel. En dan kun je het op zich gewoon wegblenden. Maar ja, het kost gewoon iets meer moeite. Dan pak ik kleur 7. Dit is een beetje een chocoladebruine kleur. En daarmee ga ik een beetje in de buitenste ooghoeken. En ik hou deze kleur echt heel laag. Ik ga hiermee niet te hoog. Zodat het gewoon echt alleen maar van onderen wat donkerder wordt. En niet dat straks mijn hele ogen donker is. Want dat wil ik niet. Dan pak ik weer kleur 4 en daarmee ga ik er weer overheen. Ik herhaal gewoon hieronder wat ik boven ook heb gedaan eigenlijk. En dan als laatste weer kleur 7. Dan pak ik kleur 10. Dit is een beetje een paarsige roze glitterkleur. En daarmee ga ik over mijn hele oog lid. En ik maak mijn kwast nat met wat setting spray. Oh, heel mooi. Ik ga heel eerlijk zijn. Ik had echt verwacht dat die glitterkleuren niks zouden zijn. Ik dacht echt, nee, dit wordt echt niks. Maar kijk. Het is mooi hoor. Als ik dan toch over iets mag klagen, de glitterkleur is een beetje poederig. En ik heb nou ook hier een beetje fallout. Maar dat kan ik zo vloep wegvegen. Wat ik dan ook nog wil doen is kleur 12. Die ik dus ook onder mijn wenkbrauwen heb gedaan. Om die zo in mijn binnenste ooghoek te doen. Dat is wel mooi. Dat doe ik echt altijd. Nou, dan ben ik helemaal klaar met dit paletje. Wat vind ik ervan? Ik vind hem voor de prijs echt gewoon prima. De nadelen zijn dat de matte kleuren iets meer moeite kosten om goed uit te blenden. En de glitterkleuren zijn een beetje poederig. Dus that's it. Maar als dat jou niet uitmaakt, uiteindelijk blendt het gewoon mooi. De look is ook gewoon mooi geworden. De kwaliteit is niet geweldig. Dus verwacht niet te veel, maar hij is ook niet heel duur. Hij is gewoon super betaalbaar. Ik vind hem gewoon oké voor to go. Dan heb ik hier de Technic Liquid Eyeliner. En daarmee ga ik een wing maken. Ik hoop dat hij fijn is. Ik vind hem er wel gewoon fijn uitzien. Dit is wel het soort van applicatortje waar ik van hou. Dus ik ga gewoon proberen iets ervan te maken. Ik heb hem aangebracht. Mijn camera viel uit terwijl ik hem op aan het doen was. Maar oké. Wat me gelijk opvalt is, hij is een beetje gelachtig. Het is niet echt 100% liquid. Hij is iets dikker. En dat vind ik op zich wel fijn. Wat ik iets minder fijn vond was de applicator. Dit kwastje is best wel dik. Dikker dan wat hier lijkt. Als je het opdoet, zeg maar, het is een beetje plat en breed. Waardoor je best wel een dikke streep maakt. En daardoor heb je al best wel snel een hele heftige wing. Terwijl je dat misschien niet eens wou. Dus je kunt niet heel secuur te werk gaan. Als jij iemand bent die houdt van een heftige wing en dat altijd wil, dan is deze gewoon ideaal. Maar ja, dat is gewoon wat ik ervan vind. Ik vind hem gewoon oké, maar niet ideaal. Want hij is gewoon niet secuur genoeg. Voor mascara heb ik de Technic Mega Lash Water Resistant Mascara. Dus deze is waterproof. En ze wil er ook echt een punt van maken dat hij waterproof is. Want het staat hier, het staat hier. De kleur is blauw. Ze willen goed laten zien dat deze waterproof is. Nou, even kijken. De spoelie ziet er zo uit. Of applicator, spoelie, applicator, whatever. Hij is best wel groot. Ik vind dat altijd wel fijn. Want zulke grote zorgen meestal voor grote lange wimpers. Dus ik ben benieuwd. Ik heb niet heel veel wimpers. De meeste van jullie weten dit al. Maar ik kan toch altijd wel zien wat ik van een mascara vind. Vooral op de onderste wimpers kan ik het altijd heel goed zien. Want die zijn wel lang. Oké, deze is super fijn. Ik zie er nou een beetje raar uit. Want mijn onderste wimpers zijn lang en mijn bovenste niet. Dus dit ziet er altijd heel raar uit. Maar deze is super fijn. Hij lijkt een beetje onhandig omdat hij dus zo dik is. Maar dat is hij echt totaal niet. Want hij is wel dik, maar hij is ook best wel kort. Dus je kunt makkelijk zo al je wimpers pakken. Vooral onder. Hij maakt ze ook lekker dik en lekker zwart. Daar hou ik altijd van dat mega lash effect. Hij is ook waterproof kennelijk. Dus dat is ook altijd goed. Vooral als je hele waterige ogen hebt en je ogen vaak tranen. Ik vind deze echt heel fijn. I like it. Deze gaat zeker hier in mijn la bij de mascara's die ik vaak gebruik. Nou, ik ga heel even snel nepwimpers opdoen. Ik ben zo terug. Nou, ik ben er weer. Ik zie er nou een stuk beter uit met nepwimpers. Dit zijn weer mijn AliExpress E11 wimpers. Ik zet de link in de beschrijving. Altijd als ik wimpers vind die ik fijn vind, ga ik die elke keer opdoen. Deze E11 zijn echt perfect voor mijn oogvorm. Ze zijn echt wauw gewoon, maar oké. Ik ga ook een oogpotlood opdoen, want ik heb de Technic Skinny Liner in de kleur Black. Dit is dus gewoon een zwart oogpotlood. Ik vind het bij zwarte oogpotloodjes altijd... Dit is geen oogpotlood! Dit is een pen eyeliner. Oh my god. Even kijken of hij goed is. Nou, hij is zeker gepigmenteerd. Oh my god, als ik dat wist, dan had ik deze bij het andere oog gedaan. Oké. Nou, dat wist ik niet. Maar dit ziet er in ieder geval wel veelbelovend uit. Oh mijn god, ik ben zo om mijn goal. Ik dacht echt dat dit een oogpotlood was. Ik ga heel even mijn gezicht bronzen, want ik heb geen bronzen van Technic. Dus ik gebruik mijn Essence Matte Bronzing Powder for Darker Skin. Ik gebruik bewust allemaal betaalbare make-up, omdat ik het gewoon allemaal heel betaalbaar wil houden. Aangezien we het vandaag hebben over een heel betaalbaar merk. En ik ga even met deze mijn hele gezicht bronzen. Oh mijn god, die cream contour was zo mooi. Ik zie het nog helemaal zo zitten hier. Oh wauw. Dat paletje is echt geweldig. Ik heb ook geen Technic blush. Dus ik ga mijn Milani Baked Blush gebruiken in de kleur Luminoso. Ik doe lekker veel, want ik hou van blush. Ik vind blush zo mooi altijd. Ik weet dat er mensen zijn die helemaal niet van blush houden. En het ook gewoon niet gebruiken. Ik vind dat zo raar. Ik hou van blush. Dat maakt echt altijd mijn gezicht af. Dan pak ik weer die Technic Translucent poeder die ik ook in het begin had gebruikt voor onder mijn ogen. En daarmee, ik pak weer mijn spons. En daarmee ga ik het hieronder mooi strak maken. Dit is een soort van omgekeerd contouren. Oké, voor highlighter heb ik twee dingen. Ik heb een liquid en gewone poeder. Ik ga eerst beginnen met het liquid. Dit is de Technic Get Gorgeous Liquid Highlighter Bronzing. Er staat verder geen naam op of zo. Er staat echt alleen bronzing op en liquid highlighter. Ik hoop dat hij niet te donker is, want hij lijkt best wel donker. Ik heb hem een beetje hier op mijn hand gedaan. Ik moet wel zeggen, hij ziet er heel mooi uit. En ik zet altijd gewoon een paar stipjes. Ik doe niet te veel, omdat ik hem toch best wel donker... Oh mijn god, er is hier te veel gekomen. Oh my god, er is te veel gekomen. Er kwam in één keer gewoon een hele vlek uit. Ik ga een beetje weghalen. En dan weer mijn spons die ik voor alles gebruik. En dan ga ik het een beetje zo inblenden. Oké. Nee. Dit blendt voor geen meter. Oh mijn god, je kunt gewoon die druppen zien zitten gewoon. Nee. Deze is niet mooi, jongens. Oké, nee. Ik ga het gewoon proberen weg te blenden. Deze is niet mooi. Oh my god, hij blendt gewoon echt niet. Je kunt beter die van Make Up Revolution kopen als je zo eentje wilt. Want deze is echt slecht. Wauw. Oké. Ik hoop dat dit paletje beter is. Dit is de Technic Colour Fix Highlighter Palette. En je hebt hier dus echt heel veel kleuren. Ik heb ze even geswatcht op mijn hand. Ik vind ze er heel mooi uitzien. Vooral deze. Dat is ook de kleur die ik ga opdoen. Deze doet me een beetje denken aan die van de Action. Kijk, de kleuren zijn echt best wel verschillend. Dus je hebt echt best wel veel opties. Oh, en by the way, Technic test niet op dieren. Ook weer handig om te weten. Even kijken wat ik ga doen. Ik ga deze kleur op mijn jukbeenderen doen. Hopelijk gaat dit beter, want die van net was echt een no-no. Oh, het is super poederig. Er komt heel veel poeder vanaf. Oh, mooi. Deze is mooi. Wow, er komt echt heel veel vanaf. Oké. Pak niet te veel alsjeblieft, want ik ben er echt helemaal in gegaan en er is nou echt superveel vanaf gekomen. Maar de kleur is echt wowie. Ik ga even mijn kwast nat maken met setting spray. Omdat hij dus zo poederig is, hopelijk als mijn kwast een beetje nattig is, dat het dan iets minder is. Oké, er komt echt heel veel vanaf, dus pak echt niet te veel. Maar het is wel echt mooi. Ik doe ook een beetje op mijn neus. Kijk hoeveel er al gelijk komt. Oh mijn god, ik kan niet met dit paletje. Dit is echt... Kijk mijn gezicht, kijk mijn neus. Oké, het is wel heel heftig, maar heel mooi. Dat moet ik wel echt eerlijk bekennen. Ik ga deze witte kleur pakken en die ga ik in mijn binnenste ooghoek doen. Die kleur is iets minder poederig. Het lijkt ook een beetje alsof de onderste vier een andere structuur hebben dan de bovenste. Deze onderste is ook echt helemaal niet poederig en ook ja, iets minder heftig ook. Nou, ik ben echt één grote glimbal. Ik ga even een beetje meer blush hier doen om het toch even iets minder te maken. Wat niet echt lukt, maar oké. Nou, dit paletje is ook zeker echt heel mooi, maar super heftig. Dus als je daar niet van houdt, zou ik deze niet kopen, want subtiel is hij niet. Het is echt heel heftig. Ik persoonlijk hou van heftig, dus ja, ik vind het wel leuk. En de kleuren zijn best wel licht. Die kleur in het geel is ook best wel wittig, dus dat is ook wel iets om rekening mee te houden als je dit paletje zou willen aanschaffen. Oké, dan blijft alleen nog lipstick over. Ik heb 2 lipstickjes. Dit zijn de Technic Colour Max lipsticks. En ik heb ze in de kleuren Be My Baby en Rumor Has It. Ik ga ze heel even allebei swatchen, want de kleuren lijken een beetje op elkaar. Maar ze zijn toch wel verschillend. Oh, ze lijken echt totaal niet op elkaar. Oké, dit zijn dan de 2 kleuren. Eentje is meer roodachtig. Dat is de kleur Be My Baby. En de meer nude rozige is Rumor Has It. Ze voelen allebei heel fijn aan. Ze doen me echt denken aan de Wet and Wild lipsticks. Ze lijken een beetje op elkaar. Ja, trouwens. Als ik ze zo laat zien, ze lijken eigenlijk helemaal niet op elkaar. Even denken welke kleur ik wil opdoen. Ik ga ze gewoon even allebei opdoen, gewoon om ze allebei te laten zien. Ik ga eerst de lichtste opdoen. Ik denk dat we allemaal wel kunnen zien dat deze kleur veel te licht is voor mij. Maar als je dus een lichte huidskleur hebt, kan deze best wel mooi zijn. Want ik vind de kleur wel mooi. Hij brengt wel een heel klein beetje droog aan, dat vind ik wel. Deze vind ik super mooi. Ondanks dat de lipsticks in principe hetzelfde zijn, vind ik de lichtroze een beetje droog aanbrengen, maar deze totaal niet. Hij is zo lekker velvet. Hij is niet heel creamy, maar ook niet heel mat. Het is hem echt een beetje tussenin. Ik vind de kleur echt prachtig. Ik moet wel zeggen dat ik hem voortaan met een lip potlood ga aanbrengen, want ik vind hem niet strak genoeg. Maar in ieder geval, ik vind deze echt heel mooi. Dit is dus de kleur Be My Baby. Nou, dan heb ik in principe nou alles getest. Nou, ik ben echt heel blij met hoe deze look is geworden. Ik heb in principe al bij het aanbrengen al verteld wat ik van alles vind. Maar ik ga het toch nog heel even hebben over een aantal die er toch wel uitspringen. De producten die er positief uitspringen zijn deze lipstick, Be My Baby, echt deze kleur. Want ik vond die andere kleur dus niet fijn, dus het verschilt echt per kleur. Deze vind ik heel mooi, super fijn aanbrengen. De mascara vind ik ook echt een win, super mooi, heel erg zwart, I like it. Deze poeder echt geweldig ook, hij verlicht echt. Hij heeft het hier ook mooi gecontourd. Onder mijn ogen heeft hij gewoon die vieze gele kleur helemaal weggehaald. Super fijn. En echt de topper van vandaag is dit contour paletje. Wauw. Deze heeft me echt gechoqueerd. Deze is zo mooi. Deze ga ik zeker vaker gebruiken. En de producten die ik helaas echt niks vond en ook echt niet aanraad. Deze liquid highlighter. Er zaten echt helemaal vlekken. Gelukkig heeft nog dit paletje de look een beetje gered. Maar deze blenden voor geen meter. Waar je het aanbrengt, daar blijft het ook zitten. En het blendt niet en het gaat nergens heen. Dus je krijgt allemaal van die stippen op je gezicht. Dat wil je absoluut niet. Ja, en deze poeder. Ik heb het gevoel dat deze echt is gemaakt voor corrigeren. Dus er staat ook echt op Colour Correcting. Dus vandaar dat hij misschien zo geel was. Dus ik wil er niet te slecht over praten. Omdat het misschien gewoon niet echt de bedoeling is om ermee te peken. Maar echt Puur alleen om een kleur te corrigeren. Nou, voor de rest was het een vrij positieve video. Ik was blij met de meeste producten. Ik vond het allemaal heel leuk. De look is heel mooi geworden. Ik hoop dat jullie het ook weer heel leuk vonden en hier iets aan hebben gehad. Ik zet alles weer beneden in de beschrijving. Daar kun je weer gewoon alles vinden mocht je iets willen zoeken. Vergeet vooral niet te liken en te abonneren. Liken is echt 1 knopje. Abonneren is ook echt 1 klik. Het is allemaal 1 klik. Je hoeft niks te betalen. Helemaal niks. Alles staat hier beneden. En ja... je helpt mij er echt heel erg mee als je de video's liked en een leuke comment achterlaat. Want zo groeit mijn kanaal ook weer en dan kan ik nog meer video's uitbrengen. Nou, dan hoop ik jullie weer snel te zien bij mijn volgende video. En die komt zondag om 1 uur. Doeg!